Daily Minutes. De uitzending van Daily Minutes van vandaag is een herhaling van gisteren. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag in elk geval een volgend deel van Rob PD4 ROB's visie op het elektron. De andere voorbeeld dat op YouTube te vinden is, is de Don Smith generator. Don Smith weet elektriciteit te genereren in een opstelling met condensatoren en een spoel, zonder dat daar een mechanische beweging aan te pas komt. Dat is natuurlijk een elegantere opstelling dan een mechaniek waarbij een magneet om een spoel draait. Hij maakt gebruik van het feit dat stroom die door een spoel loopt zelf het magnetisch veld opwekt. In een interview, tevens op YouTube te vinden, antwoordt hij op de vraag waar de stroom vandaan komt. Die wordt door de spoel uit de lucht opgevangen. Het is wetenschappelijk erg simplistisch gesteld, maar tevens wel zo kernachtig samengevat dat een leek begrijpt wat hij bedoelt. Dus, heren elektronici en radioamateurs, bekijk het filmpje en laat de beelden over de opstelling van componenten van de generator voor zichzelf spreken. Mijn bedoeling is slechts een paar bronnen aan te geven die wijzen in de richting dat elektronen te vangen zijn in een magnetisch veld. Afgelopen week had ik een column in het Australisch waarvan ik vermoed dat niet iedereen die heeft kunnen verstaan. Ik heb om die reden vertaling gemaakt die ik hierna zal oplezen, geheel in de woorden van VK4ZPP dus. Hallo, ik ben Geoff Emery, VK4ZPP, en ik heb zitten denken. Een van de eigenschappen van de zendamateurhobby is altijd het ideaal geweest dat alle amateurs onder elkaar gelijk zijn. Dit is een historische overtuiging die zijn oorsprong heeft in de amateurcode. In de afgelopen eeuw is het altijd algemeen gebruik geweest nooit een aanspreekvorm te gebruiken waarbij een bepaalde amateur als superieur werd aangeduid. Natuurlijk is dat altijd makkelijk geweest wanneer het verbindingen waren met iemand die je niet kent, en nog sterker in het geval van de X. Of het nu een prins betreft of iemand met een grote verdienste op academisch gebied, via de amateurband spreek je ze aan met de voornaam die ze jezelf vertellen. En alle rangen, standen en titels bleven dan tussen amateuroperators geheel buiten beschouwing. Het gevoel om te behoren tot een grote wereldwijde club en het geloof in gelijkheid wordt zo in de praktijk geëerd. Daarbij is de realiteit dat mensen deelnemen in de kunst van het draadloos met elkaar communiceren afkomstig zijn uit de meest verschillende achtergronden en uit de meest verschillende plaatsen in de maatschappij. Dit betekent natuurlijk wel dat iemand die nog studeert een ander bedrag aan de hobby kan besteden dan mensen die in een beroep werkzaam zijn, en dat is ook duidelijk te zien aan hun investeringen in onderdelen en apparatuur voor de hobby. Dit is nou eenmaal zo en zo gaat het tegenwoordig nog steeds. Een beetje merkwaardig is het daarbij dat er een kleine groep amateurs schijnt te zijn dat zichzelf niet belangrijk genoeg vindt. Dit zijn mensen die er plezier in scheppen om voortdurend kritiek op andere amateurs te uiten. Alleen maar om te laten zien hoe een groot ego dat ze zelf hebben. Ik, dat wil je zeggen VK4ZPP uit Australië, heb dit door de jaren heen in verschillende vormen zien gebeuren. De CW-enthousiastelingen die neerkeken op een troepje mensen die in spraak communiceren, de mensen met een hogere machtigingsklasse die op lagere machtigingen neerkijken, etc. En om heel eerlijk te zijn, dit commentaar richt zich ook aan de oldtimers die in de ogen van anderen wel een beetje erg veel ouwe hoeren en daarbij bijzonder veel aandacht zouden hebben voor hun kwalen en de medicijnen die ze ervoor gebruiken. Hoe bevredigend het echter ook is om met die uitgestoken vinger kritiek te hebben over wat wij denken dat verkeerd is aan een mede-amateur, bedenk daarbij dat je in het openbaar, via de band op deze manier gedragen, ook een afspiegeling kan hebben op hoe de buitenwereld en met name nieuwkomers naar onze hobby en naar de hele amateurgemeenschap kijken. En dat er voor dingen als tact, beleefdheid en privacy ook heel veel te zeggen valt waar het gaat over het in stand houden van de tradities van onze hobby. Enfin, dat is wat ik, Geoff Emery uit Australië, hierover te zeggen heb. En hoe denk jij daarover? With over 220 people dead and a path of destruction hundreds of miles long, survivors of the Alabama tornadoes found themselves in whole cities without power, telephones, internet, cell phones, or other ways to communicate. And who is there to help in this devastation? The amateur radio operators. Ham radio people are providing communications between shelters, relief centers, emergency operations centers, search and rescue groups, and a host of relief organizations as they respond to the crisis. In the days to come, more hams will arrive from around the country to be assigned where they're needed most. These unpaid volunteers are using their radio skills to get critical voice and digital messages through. When other systems go down or are overwhelmed, ham radio people using modern equipment still are reliable like they always have been.